Ja, dan hebben wij misschien toch wel een heel mooi moment. Jullie hebben gezien dat wij altijd hebben gestreefd naar een goede Nederlandse kern in het team. En daaromheen het verder uitbouwen met liefst zo goed mogelijke buitenlandse spelers. En in de hele B-Next League was er maar één team die met twee guards op de point heeft gespeeld. In de hele twee Nederlandse guards. En dat is vrij bijzonder. En van beide Nederlandse guards liep het contract af. Maar, wij vonden dat ze moesten blijven. En het mooie wil dat zij dat zelf ook vonden. Maar dan denken jullie dat je er bent, maar hun agenten wilden het ook. En dat is vrij bijzonder. Maarten, mag ik jou als eerste hierheen halen? Wat is je officieel moment? En jongens, Maarten blijft niet voor 1 jaar, maar hij tekent voor 2 jaar. Hoog kleine lettertjes, Maarten. Hoog kleine lettertjes. Ja. Eerst lezen. Dat heeft zijn agent op. Ja, Maarten, als het helemaal foute boel is, geef je bijna een soort. Heel veel soorten. Ik zou zeggen, teken. Dit is een soort 2-20. Ik heb meer aan de eigen. Zo, hij ligt nu vast voor het komende jaar. Maar we willen ook het tweede jaar erbij hebben. Het tweede jaar. Marcel, Maarten, is het opvolgend of zit daar 3 jaar tussen of zo? Het tweede jaar. Opvolgend. Maar. Maar jullie kennen ook de andere guard. Hij speelt vanaf zijn 8e bij BS Leiden. Hij is gewoon de captain van het team. Ik zeg gewoon, maar dat is toch bijzonder. Hij is nog maar slechts 23 jaar. En hij tekent niet voor 2 jaar. Maar hij... Maar we doen dat gewoon 3 jaar. Hij blijft 3 jaar. Ja, dan rest mij nog een paar dingen. Eén, wij gaan op korte termijn starten met de verkoop van de seizoenkaarten. Misschien voor jullie iets minder belangrijk, voor een aantal misschien wel, maar met name voor onze fans super belangrijk. Maar dat gaat binnenkort starten. Daarnaast, jullie hebben Marijn net gezien en ook Luc staat daar. En Maarten, helaas door een blessure, nu even niet. Maar die zijn uitgenodigd voor het Nederlands team en dat betekent dat ze over nu 8 dagen. Over 8 dagen alweer beginnen met voorbereiding voor een WK-kwalificatie. En dat is in deze zomer. En dan gaan ze ook nog begin september, 1 september, richting Praag, naar Tsjechië. Om daar deel te nemen met het Nederlands team aan het Europees kampioenschap.
En Praag is een prachtige stad, dus als je niks te doen hebt en ze zijn daar toevallig, zou ik zeggen boeken en gaan. Ja, ik ben het ook zeker van plan. Dus, maar dan heb je weer eens een uitje, dat is ook wel eens leuk. Ja. En tot slot, wij gaan jullie binnenkort informeren over de start van het nieuwe seizoen, het openingsevent. En wij gaan ons zeker inschrijven voor de Eurocup voor het komend jaar. En dat moeten we al op korte termijn, want uiterlijke inschrijving van de bond is geloof ik 27 juni uit mijn hoofd. Dus dat gaat ook op korte termijn gebeuren. Dus, maar goed, dan houden we jullie ook van op de hoogte. Rest mij nu nog jullie in ieder geval alvast een ontzettend mooie, fijne vakantie te wensen. De komende weken, in ieder geval prachtig. En hier vanavond hebben wij een buffet, eten, drinken. En ik hoop jullie allemaal terug te zien ergens in september. Dank jullie wel. Sorry, dames en heren. Ik weet dat Marcel super langdradig is. Daar knoop ik 2 minuutjes aan vast, als dat mag. Het zal u allen niet ontgaan zijn dat wij een hele hoop wedstrijden hebben gespeeld dit seizoen. We hebben de eerste gespeeld tegen Oostende en de laatste een paar dagen geleden. Wij zitten met z'n allen in een roes. Ik weet niet eens meer hoeveel dagen geleden dat was. Maar we hebben ons best gedaan. Ja, we hebben ons best gedaan. Ik hoop dat jullie met enig plezier naar ons hebben kunnen kijken. En met enige trots terug kunnen kijken op dit seizoen. Wij als team, spelers, coaches, zijn ons wel bewust van het feit dat wij balletjes stuiteren. En, nou, ik niet, maar zij. En ballen door een ringetje proberen te gooien en een andere ploeg daar probeert van te verhinderen. En dat niet zomaar 1, 2, 3 op poten staat. Marcel, hier Rob. Waar is Rob? Die is alweer aan het werk voor volgend jaar. COVID. Ja, echt? Ja, Rob heeft COVID. Hij zei tegen mij dat hij niet kon omdat hij met de selectietraining al bezig was. Dus oké. Okay. Nee. Dat zei hij voordat hij wist dat hij COVID had. Mijn punt is dat Rob alweer bezig is met het volgende seizoen. Het is 17 jaar geleden. Dit wordt het 17e seizoen. Oké, 16 jaar geleden. Dat Marcel en Rob eigenlijk de club hebben weer, hoe zeg je dat, gestart of een doorstart hebben gegeven. Samen met het rest van het bestuur. En wij als spelers en coaches begrijpen heel goed dat wij niet kunnen stuiteren als mannen zoals deze dat niet doen. En vrouwen zoals ze in het bestuur zitten. Die paraplu, dat is het puntje van de paraplu. Daarnaast, daaronder, zijn we ons zeer bewust van het feit dat zonder geld helemaal niks kan. En wij kunnen stuiteren op pleintjes buiten ergens. Dus ik neem aan namens jullie. Aronis, right? Yes. Dat ik namens jullie, deze groep van sponsoren en degene die vandaag hier niet aanwezig konden zijn, bedanken voor jullie emotionele, verbale steun, maar ook zeker de financiële steun. Dat is dan misschien de tweede laag van die paraplu. En dan de derde zijn al die vrijwilligers. Wij weten dat die drie lagen absoluut nodig zijn om onze baan, hobby / baan, te kunnen uitoefenen. Bij deze dank aan jullie allen. Nogmaals, namens de spelersgroep en de coaches. Ik hoop dat het plezier dat jullie aan het seizoen hebben beleefd en de trots die jullie terugkijken op deze constructie, dat afweegt tegen jullie investering. Zo niet, dan heel veel eten. Dank jullie wel. Ik zou zeggen, laten we wat gaan drinken. Naar de bus.